En fait, die dokter, want ik heb iets op mijn rug gehad. Maar toen kwam die plek iets te wat en toen deed ik een dag, mijn god, ik denk, ik ga nou om toe. En ik is gestorven. Nou, ze heeft mij leeg, mijn handen achter mijn kop. En het nou een gevoel van lams en goed. Maar is mijn silicone in die borst. En kijk nou, hij zei niet dat die lams zei. Hij zei net, oh my god, ik kan believe it. En die man zei drie keer, ik dacht, oh jemne. Maar ik voel iets brand, hij vroeg die man, nou denk ik, is die plaste wat vaster. En hij het sê van nou, en die ding is, toe is het vrachtig, hy sê, kijk hier, ek vraag, wat is die dokter? Maar ek sê nou nie wat die ander dokter, hy sê, is een stitch. Van die, ons was nou hier afgesnui, en dan nou hier om, was het ons die reduction gewees. Hy sê, is een stitch, wat hy is, ek sê, maar my oudste kind is 35, en na 35 wil jy nou, man, ek meen nou, my bos kon afgewees het, of iets, ek meen nou, het kon gesweer het op een dag, of iets kon gebeur het. Hy sê, het was so in die lijn, dat het was een loop gewees, want ek kon sy vinger, ek kon het uitgetrek het, maar was het nou dat in die boos, by die sakte plek was, dan kon hy eerings dinge sy gemaakt het.